Kofferstress vandaag, en dat weet je, sokken erbij. Nou, we zijn dus aan het pakken. We gaan de laatste loodjes nog één nachtje slapen voordat we richting Gautier, Mississippi vertrekken. Tony die wil ook heel graag mee. Dus we zijn lekker aan het inpakken, een beetje aan het verdelen. En ik zou zeggen, welkom bij onze Travel Day vlog. No, it's water. Ja, terwijl we nog oude afleveringen van de Tim Tracker kijken in Magic Kingdom, gaan we niet naartoe overigens, zijn de koffers gepakt. We hebben ze gewogen, 20 kilo alle twee. Allemaal cadeautjes. Goodies! Dus We zijn er klaar voor. We gaan zo lekker gemakkelijk eten. Waarom heb ik serieus pas 6:30 gezegd? Dus. Maar dit, onze opvallende koffers. En de hand baggage. De hand baggage. Dus we zijn good to go. Lijstjes allemaal. Tony is er niet helemaal mee eens. Maar hij is vrij rustig. Hè, vent? We zijn er klaar voor. We zien jullie, of jullie zien ons eigenlijk, morgenochtend. Goedemorgen. We zijn in de Peace Mobile. Junior om precies te zijn. Dit is junior toch? Dit is junior. Dit is junior, ja. Zijn we, ik ben niet helemaal scherp. Daar ben ik. Onderweg naar Schiphol. Dus natuurlijk gisteren de ellendige koffers ingepakt. Viel eigenlijk achteraf allemaal wel mee. Maar we zijn er bijna, we zien de vliegtuigen al overjetsen. Goeie timing. En we gaan zo, ik vind het mezelf, hè. Ja. Dus als er een vliegtuig overvliegt, dan zie je dat gewoon niet. Ja, dus. Switch even. Ja, dan red ik niet meer. En te laat. Ja, maar joh. Nou, er vloog dus net iets over waar je zou ingaan. Het is inmiddels 7:30. We kunnen om 7:45 de koffers inleveren. Dus wat dat betreft zijn we gewoon prima op tijd. Maar we zijn uiteraard de vriendjes heel erg dankbaar dat we niet met de trein hoeven. Dus bedankt. Bedankt. Ik zal het nooit vergeten. Ja, precies. Jij ging naar Washington toch? Ja. Dus ja, die zaten van de week even te tellen dat ze nog, hoeveel dagen nog? 97. Dan gaan hun naar Amerika. En als wij dus, Suus zegt het net, als wij terugkomen mogen wij nog 99. Dus we zijn nog niet eens weg en het aftellen is alweer begonnen voor de volgende. Erg decadent. Maar goed, we zien jullie zo op Schiphol. Goedemorgen. Nou, de ellende van de douane hebben we achter de rug. Even een traditioneel ontbijtje bij de Gouden Driepoot. Suus had best honger, die zit aan de croissants. Met jam. Toch? Je hebt de jam op, of niet? Ja, en boter. En boter. Ik zit lekker aan een McMuffin. Andere kan een sausage McMuffin, maar die heb ik al op. Ja, ik had ook een beetje honger. Maar het gaat los. We zijn binnen. We zijn het land uit, eigenlijk officieel. Ja, het ontbijt is achter de kiezen. En we zijn nu onderweg naar gate D. We zitten op D58. D53. De ene laatste. We moeten B en C ook nog voorbij. Hier zaten we vorige keer, in Californië. Waarom moesten we dan nou niet hier opstappen? Omdat KLM was. United. Vlogen we terug met United? Nee. Wel KLM, hè? California is KLM. Ja, nou, toen zaten we dus hier. Had iets dichterbij geweest. En we moeten dus nu, zijn we vanaf vertrek al 3, moeten we kennelijk terug naar 1. En dan moeten we naar Bochum. Dus we hebben nog even te gaan. En het stinkt hier.
naar leren tassen en parfum. Maar goed. We zien het wel. We zijn er bijna. D2. We moeten naar D53. Lang leven de loopbanden. In ieder geval is de zon gaan schijnen. We hebben net het weerbericht gekeken. Het schijnt dat onze plek van bestemming dat niet heeft. Suus die gaat ineens lopen. Die denk ik wilde eerder zijn. Maar het... nogmaals, D53. Several bad puns later. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Much, much later. Ik zie hem. Ik zie hem. Mind your step. Hè? Finally. We're here. Daar is onze kist. En daar zijn de toiletten. Heel mooi. Welk toilet was daar? We zijn inmiddels geboord. Dus wachten op een taxi. Suus kijkt heel erg verveeld. En moe. Maar we hebben een beetje een trucje gedaan met stoelen, dus geen eerste uitkomen. Er zou nog iemand tussen ons in komen zitten, dus ze zouden wel moeten switchen. Maar dat zien we zo wel. Dus we gaan zo opstijgen. Eindelijk. Kleine vertraging van 10 minuutjes met boorden, maar de vlucht zelf was goed dus niet. Dus we gaan het zien. Waar we nu zijn, zeg maar. En dat is goed, ze komt nou de volgende info.
info komt zo. Even wachten. Wat is het? Nog precies 5 uur, is het precies 12? Oké. Okay. Daar is 5 uur nog, dus nog ongeveer. 10:30. Dit is nog uitzicht. Invullen van onze customs form. Het is nog dikke 40 minuten voordat we landen. Dus het is, voor mij zijn we redelijk op schema. Lopen zijn we alleen maar omhoog gegaan. Ja. Dus het is op 40.000 voet. Flink stuk omhoog. Maar als het goed is zijn er geen gekke vragen. Dan hebben we niks bij ons wat op de customs aangegeven moet worden. Dus daar waren we een beetje bang voor. Maar manier gelezen en dat was prima. Dus we gaan het zo zien of we teruggeschopt worden. We zitten op de doors are being held. Skyway. Please clear the doors. In Houston. Op het Skyway zei ik al kapot gerend. Het is hier bloedje heet hier. Suus is er ook nog steeds bij. We mochten het. Suus mocht eerst het land niet in, aan de kruis. Maar niks aan de hand. Kennelijk iets mis met de machine ofzo. Wij zijn onderweg naar Terminal C, het lijkt erop dat we het gewoon gaan halen. Het is de eerste terminal waar we stoppen, dus we hoeven niet heel ver. We wisten op de ticket stond de terminal nummer nog niet. Maar we zijn er, ik bedoel... Kijk, op het trimmetje. C-terminal, dus ja, mogen we die hier al uit? Zit daar. Ja, please hold on. Ja? The train is approaching Terminal C. Por favor. So Terminal C. Ik hoor net van Suus dat daar een Wendy zou zitten. Daar ben ik. Wat leuk. Weet het niet zeker. We gaan het zien. Knopje drukken. Terminal C. C1 tot C45. Nou, we gaan het kijken hoe ver we komen. Waarschijnlijk nog een pokken aan het lopen, we zijn er nog niet. Dus. Er was iemand die net even zijn liefde verklaarde aan zijn vriendin/vrouw. Maar we wisten niet welke gate er zouden zitten. Dat was oorspronkelijk een andere. Dat is dus gewoon gate C. En gate C is nu al mijn favoriete gate. Want in gate C hebben ze Wendy's. Dus Suus heeft de frietjes. En ik heb een baconator. En die gaan we zo even nuttigen. Is het Ja, is misschien wel lekker.
dan had ze hier mijn naam niet kunnen uitspreken. Schrijf het maar met een I. En ik heb mijn Wendy's Baconator. Oh, jongens. Kijk nou toch, met de vierkante burgers, because they don't cut corners. Jam, jam, jam. Die gaan we even nuttigen voordat we zo verder het vliegtuig gaan halen. Suus, je hebt een wrap. Even wat aan de hartig. Zit op je wang, liefie. We mogen zo. Nou, dat gedeelte zit er ook weer op. Vertraging van bijna een uur. Bijna een uur, ruim een uur. Ruim een uur. Want er was iemand in eerste instantie gevallen. Er moest zelfs de brandweer voorbij komen en de flight attendants om te verzorgen. Volgens misschien een survey en weet ik veel allemaal. En daarna bleek er ook nog Suze zelf vent. En ook een van de mijn vreselijke avanceerde rolstoel. Moest het vliegtuig in, maar kreeg het erin geschat. Maar hij was dan weer net te klein om via een lopende band te doen. Dus een drama. Dus uiteindelijk hebben we ruim 5 kwartier vertraging gehad. We zijn, je ziet het, best aan de goede kant. Het skateboard. We hebben het vroeg gejuicht. Ja. Maar goed, we zijn op vlucht nummer 2 op weg naar Pensacola. Waar we opgehaald worden om verder te gaan met de auto's. Ook met geen lekker band of gekke ding, maar niet een jeansje. Maar het grootste gedeelte zit hier. Sorry. Maar het grootste gedeelte zit er inmiddels op. Dus we gaan wel een serie kijken of zo. Ga lezen. Susje gaat lezen. Snappen. Komt helemaal boe. What are you filming right now? Trying to get I'm getting lightning. Lightning? Yeah. But you don't have lightning in Holland? Yeah. But not like this. Not like open road. Isn't it beautiful? It is beautiful. Yeah. Wait till like the storm gets here. Yeah, I'm filming that too. That one's gonna be good. Because I do, I put up chairs in the garage and all. Awesome. And we sit out there and watch the storm. You're about to get to the Mississippi line, and there's gonna be the welcome center. Isn't the welcome center right here though? Yeah, well, no, it's not. This? Why are they moving? No, it's right there, the Welcome to Mississippi sign. I know, but the Welcome Center. Because otherwise you won't get any, because the children use like 18 a day. I got that on tape. I barely made you. My microphone feels so... Dus, nou, we zijn er eindelijk. Het is nu nog grotendeels in Nederland. Als wij in de vlog een keertje Engels praten, dan is dat... only because it's rude to talk a different language. That's why we talk English sometimes. So, now you know. Maar we zijn er eindelijk. We hebben er vrij lang over gedaan. Dus, ja. Dit was onze travel day. En we hebben net gehoord dat er een storm onderweg is. Dus ik geloof dat we dit... When was the storm coming? Monday or Tuesday? Tuesday. No, Monday. Is it Monday? I thought it was Tuesday. A storm? Monday, Tuesday, aanstaande maandag dus een storm. En dan gewoon echt een goede storm, zeg maar. Dus dat maken we dat ook een keertje mee. Als je afvraagt waarom ik zo rood ben. Alcohol. We zijn echt van de shots geweest. Om goed te slapen. Dus bij deze. Dit was onze reisdag. Doei. Tot de volgende. Doei.